Nou, dames en heren, welkom bij een gloednieuwe City Skylines video. Laten we eens de intro starten en dan gaan we beginnen aan deze video. Nou, zoals jullie weten zijn we in City Skylines natuurlijk al ver. De economie blijft groeien en groeien. Uiteindelijk loopt het gewoon aardig goed. Alleen hebben we één probleem. En dat is natuurlijk dat er geen vuilnisbelt aanwezig is. Nou, gelukkig loopt alles heel hoog op. We versnellen het even, het proces. De economie blijft gewoon lekker groeien. Er komen steeds meer huizen. Uiteindelijk kunnen we ook straks weer een andere straat gaan aanleggen. Dat willen we sowieso nog in deze video gaan doen. Maar wat in deze video sowieso moet gaan gebeuren is een vuilnisbelt. Nou, een vuilnisbelt, ik had even gekeken. Kost 4000 ongeveer. Dus dat moeten we straks ook maar eventjes gaan doen. Maar we moeten eerst even het geld laten groeien. Want we hebben anders geen vuilnisbelt. En die moet gewoon komen, ja. En daarna kunnen we even kijken hoe hard het nog gaat groeien. En dan kunnen we altijd nog even kijken of het mogelijk is om een nieuwe straat te bouwen. En anders moeten we dat toch echt in de volgende video gaan doen. Maar het lijkt erop dat die vuilnisbelt er wel gaat komen. Want bij 650 krijgen we weer wat extra geld. En kunnen we ook een politiestation en een brandweerkazerne neer gaan zetten. Althans, of dat beide kan, dat is nog even de vraag. Maar als het zo goed blijft doorgroeien, dan is het allemaal goed. Het probleem wordt steeds groter, ja, dat snap ik. Ik snap die mensen echt heel erg. Het is even afwachten. Het kost 4k, ja, dus ik had wel gelijk. Kijk, hier wordt dat echt een probleem. Ja, ik snap het. Ze moeten nog eventjes wachten. Want we blijven op zich goed groeien. Er komen steeds weer mensen bij. We lopen gewoon lekker. We kunnen uiteindelijk ook een public transport system neerzetten. Nou kijk, in het ziekenhuis zit het al aardig druk. Die halen elke keer weer mensen op. Misschien loopt het inderdaad ook wel harder als we een straat neerzetten. Maar dan lopen we ook het risico dat we in de min kunnen komen. Aangezien we natuurlijk nog niet het stroomaanleg precies goed hebben neergezet. En ik denk dat we met water ook niet lekker zitten. Nee, want dat heb ik precies zo aangelegd. Maar ja, en garbage is gewoon even een belangrijk vuilnisbelt. Want ja, kijk, deze mensen die houden het gewoon niet meer. Wat gewoon volkomen logisch is. We moeten nog heel eventjes wachten, maar dat komt wel. Dan kunnen we tussen even kijken waar het lekkerst loopt. Nou, dit is dus het industriegedeelte, zoals jullie zien. Hebben we ook redelijk wat vuilnisbeltproblemen. Nou, uiteindelijk kunnen we hier straks een weg neer gaan zetten. Daar kunnen we alvast even aan beginnen, want dan hebben we ook een eerlijk beeld van wat we straks moeten gaan uitgeven aan de vuilnisbelt. Ik wou dat hier eigenlijk doen, hè. Oh, dat heeft veel geld ingeleverd. Oh, dan kunnen we direct ook gewoon kijken of we met waterleiding goed zitten. Dan komen we denk ik nog niet van het vuilnisbelprobleem af, vrees ik. Dan moeten we straks alleen nog even kijken hoe het met stroom zit. Maar intussen kunnen we daar wel alvast de huizen neer gaan zetten. En dan trekken we dat stukje straks nog wel door, eventueel. Ah, kut. Ja, bij de rode. Ja, dat gaat steeds weer kapot. Dat probleem wordt dus groter en groter. Dat is wel irritant en naar voor de mensen. Ah, we gaan ook achteruit. Nee. Nee, niet nu. Groot probleem. Groot probleem. Ja, nu is er echt paniek. Het gaat nu helemaal fout. We komen in de min terecht. Was dat straatje bouwen misschien toch niet zo handig. Nou, dan komt er dat iedereen doodgaat. Althans, alle huizen gaan kapot. Dus
dat moeten we direct snel aangepakken. Hierdoor lopen we inkomsten mis. Kijk, nu gaat het dan ook wel weer wat beter. Direct als er huizen kapot zijn, direct wegwerken die handel. Het ziekenhuis krijgt ook nog problemen. Jongens, alles gaat fout. We moeten ook weer gewoon gaan groeien. Bestemmingsplan blijft hetzelfde. Als je ze hebt weggehaald, is dat goed. Alles waar het rood is, dat halen we direct weg. Het onweer ook nog. Dat vuilnisbeeld die ga ik echt oplossen. Maar ja, we hebben het simpelweg het geld er niet voor. En aangezien we maar 20 minuten opnames hebben en ik ja, gewoon simpelweg de tijd niet heb om hier dik mee bezig te gaan, moeten we het hier maar mee gaan doen. En ja, de economie gaat steeds beter, maar ja, het gaat ook steeds slechter. Zo kan je het ook bekijken. Deze mensen hebben dus geen last van stroomproblemen. Ik heb ze ook nog niet horen klagen over de elektriciteit. Dus dat is ook weer netjes. Ik wil nu gewoon eigenlijk geen geld meer gaan uitgeven, want ja, het ziekenhuis kreeg ook problemen. Maar ja, kijk, een ziekenhuis is gewoon veel duurder. En kijk, want wat rood is, dat kunnen wij gewoon simpelweg niet meer, ja, dat is niet meer te redden. Uiteindelijk komen er snel nieuwe huizen bij. Dus ja, zodoende wordt het steeds weer voller. Alleen ja, we krijgen gewoon problemen. Dus er is een grote schoonmaak bezig nu met mensen die te veel vuil hebben. Die mogen hier niet meer wonen. Ja, nou ja, zo hoort het eigenlijk natuurlijk niet te zijn. Maar we hebben nu wel weer 1k. Dus nog 3k te gaan. Dit is ons nieuwe beleid. Want er komen toch wel weer nieuwe huizen bij. En ja, zo moet je toch een beetje je beleid zo goed als mogelijk aanscherpen. En dat doen we dan ook. Het regent alleen wel. Het lijkt wel een stormachtige dag hier in het DG Town. Maar het lijkt erop dat ons beleid wel gaat werken. Weet je, ik denk dat al die mensen straks massaal naar de vuilnisbelt gaan. Maar misschien krijgen we ook wel voldoende geld om straks al bij de 650 mensen wat te gaan doen. Maar dat, ja, dat aantal krimpt dus. Maar dat nieuwe straatje helpt daarentegen wel. We zitten nu op 648, want we kunnen het nog wel eens gaan halen. Oh ja, 634. Ja, ik haal natuurlijk ook huizen weg. Dus we moeten nog even afwachten of we dat gaan halen. Do you think it's safe to go out today? Ja, we hebben nog geen politie, dus dat is een beetje nou. Nee! Hoe kan dit? We hebben wel de 650 gehaald. Dat houdt in dat we het uiteindelijk kunnen kopen. Oké, we moeten een weg neerzetten. Een weg hebben we nodig. We gaan het een beetje rot plaatsen, maar weet je, het is gewoon nodig. Oh, die mensen zijn er niet blij mee. Ja, sorry, het spijt me echt zeer. Al die vuilniswagens gaan dus op zoek. En dan moeten we dit probleem ook direct even oplossen weer.
geven het geld nu wel echt aan de verkeerde dingen uit. Zoals hier hebben we een school. Oh, die moet ook nog komen. Kijk, daar worden de mensen dan weer blij mee. Zodoende kunnen we ook dit... Oh nee, we hebben daar niet genoeg geld voor. Ah, de economie loopt op zich prima. Alleen ja, 12.000. Halen we bij de 1.8. Halen we bij de 1k. Unique buildings. Ook geen genoeg geld voor. Nou, we hebben het probleem opgelost, dames en heren. Eindelijk zijn de mensen blij. Dus het vuilnisbelprobleem is daadwerkelijk nu opgelost. Alleen moeten de mensen alleen nog even blij gemaakt worden dat er straks een politiebureau neer kan worden gezet. Maar het loopt nu allemaal best goed. Althans, een fire department is... Ja, vuur is ook belangrijk. Maar ik denk dat een veilige werkomgeving voor iedereen ook heel erg belangrijk is. En dat is er nu op dit moment niet. Laten we die weg nog wel even slim neerzetten trouwens. Die heeft nu totaal geen aansluiting. Oh, daar zijn die mensen niet blij mee. Ja, die hebben natuurlijk nu meer verkeer om zich heen. Maar dit heeft voor ons weer uitbreidmogelijkheden. Hier wordt alweer druk gebouwd. En zo vestigen er weer zich nieuwe mensen hier in het prachtige DG Town. We hebben dus ook een school neer kunnen zetten. En zo groeien we dus verder. Oh, hier heb ik niet aan gedacht. Hier heb ik niet aan gedacht. Stroom is als goed is geen probleem. Oh, criminelen, ja. Sorry, ik heb geen politiebureau nog. Er wordt nu massaal ingebroken waarschijnlijk. Och nee hè, krijgen we dat probleem. Stroom lijkt daar nog geen probleem te worden, dus dan kunnen we even doorsparen. Ja, daar wordt dus water ook een probleem. Nou, dat is logisch, want daar loopt ook gewoon nog geen waterafvoer naartoe. Nu in ieder geval wel. Ja, daar wordt dus ingebroken bij die twee huizen. Zo gebeurt het nooit en zo heb je natuurlijk een politiebureau vrijgespeeld. Dus ja, dan kan het wel. En zo loopt het dus aardig mooi door hier in het prachtige DG Town. Zo zien we dat ook vanaf de camera's. Loopt het vuilnisbelbedrijf ook super goed. En zijn de fabrieken eromheen al gebouwd. We kunnen eventueel zelfs straks nog voor een extra setje grond gaan. Maar dat hebben we eerst nog niet. Want ja, we hebben... Maar wat is daar stuk dan? Zo, die ook weg bij. Och jongens, er wordt massaal ingebroken. Ze hebben een politiebureau nodig. We moeten DG Town gaan redden van de criminaliteit. Want het stinkt hier nu van criminelen. En criminelen vestigen zich hier massaal. Want ja, er is geen politiebureau. Maar waarschijnlijk moeten we dat in de volgende video gaan fixen. Of dat lukt nu nog. Ik hoop het eigenlijk dat het nu nog gaat lukken. Want dan kunnen wij... We gaan in ieder geval richting de 1000. Dus misschien kunnen we hem dan al neerzetten. Want dan kunnen we ja, dit soort dingen plaatsen. Maar daar gaan we daar nog niet op focussen. Want het politiebureau is gewoon hard nodig. Maar ja, we groeien gewoon niet zo hard meer. Lijkt het op. Ja, kijk eens jongens. Oh, wat nee. Dit is echt rampzalig.
Voor de stad. We gaan volgende video sowieso de eerste rondom plaatsen. Voor weer meer doorgroeimogelijkheden. Maar ja, we moeten nu even flink doorgroeien, zodat we dat politiebureau nog kunnen gaan plaatsen. Maar ja, dan zou je denken van ja, dat kan je dus doen door wegen te gaan plaatsen. Ja, dat klopt. Daar geef ik jullie helemaal gelijk in. Dus misschien moeten we dat ook maar gewoon gaan doen. Want ja, van hoeveel meer mensen wij krijgen in de stad, hoe meer mensen er hier kunnen gaan wonen. Hier komt dus een nieuwe woonwijk. Op de hoop dat dit nog snel kan worden gedaan. Ja, ik denk niet dat er nog heel veel mensen hier willen gaan wonen. Want ja, criminaliteit is hier natuurlijk een groot ding. Maar het is hier ook aardig goedkoop, denk ik, om te wonen. Want steeds meer mensen komen hier in DG Town. Kijk maar, het loopt weer aardig op. Alleen is water nu weer een ding, hè? Dus dat verhelpen we ook maar direct. Ja, er wordt geschreeuwd om politie. Ja, dat snap ik. Maar ik kan er vrij weinig van maken nu. We zitten bijna op de 1000. Ja, ja. En we krijgen gewoon volgens mij... Oh, we krijgen wel geld. Dus nu kunnen we eindelijk het politiebureau neer gaan zetten. Hier. En zo mag de politie dus direct in gaan grijpen. Oh, en stroom. Dat dacht ik al. Dat had ik ook eigenlijk wel verwacht dat dat een probleem zou worden. Waar hebben we het stroomnetwerk neergezet? Hier. Ah, nee, ze zitten niet in die range. Oh. Oh ja, dit is een goede voorbereiding. Zo doen we dat. Even de lader erin stoppen. Kan dat ding ook nog mooi opladen ook. Nou, wat willen we nog meer? Zo. Stroom. Dat is dus nog een probleem. Ja, daar heb ik niet goed over nagedacht dit. Ja, dat probleem wordt dus bij bepaalde huizen niet opgelost. Daar dus ook. We hebben een grote stroomcrisis hier. Oh jee, valt het hele stroomnetwerk uit of zo? Ik snap niet wat er fout gaat.
Is 19.000. Ik moet denk ik weer een paar windturbines erbij zetten. Have you lost your wallet? Wat gaat er fout? Ik snap het niet. Het stroomnetwerk doet het gewoon. Grote problemen. Die zich opeens voordoen. Uit het niets komt dit. Ja, dit komt echt zo uit het niets. Ja, opeens gaat ook iedereen ervan klagen. Ja, ik kan er vrij weinig aan doen. Kijken hoor of dit wel klopt. Of dat er echt iets ergens niet goed is gegaan. Ja, want dit geeft gewoon geen stroom. Kijk, dit is gewoon weg of zo. We moeten er windmolens bij gaan zetten aan die kant. Hopelijk houden de mensen het nog een beetje vol. Oké, we hebben al een klein dingetje. Oh, min. We gaan in de min. Dit is niet de bedoeling. Alle huizen weg hier. Een hele reorganisatie gaat hier plaatsvinden. Oké, en nu die weg weer aanleggen. We gaan het gewoon weer helemaal opnieuw doen. Och, we hebben natuurlijk helemaal geen geld. Wat heb ik gedaan? Nou, dit is dom. We kunnen dit nog maar op één manier oplossen. Eventjes save game doen. Zo. En dan eventjes naar dit. We kunnen dit nog maar op één manier oplossen, dames en heren. Want ik was helemaal in paniek. En dan heb je natuurlijk ook al je straten weggedaan. Dan ga je bijvoorbeeld naar load game. Dan doe je dit. En dan doen we eventjes dit aan. Zo. Zo kunnen we eventjes de weg herstellen. Want ja, anders komt er natuurlijk geen geld binnen, wat logisch is. Zo, dan komt er tenminste nog een beetje geld binnen. Ja, want we moeten deze serie gewoon wel door kunnen zetten. Zo, nou, dan lossen we alleen nog even het stroomprobleem op en dan gaan we van de cheats af. Ja, ik wou eigenlijk niet cheaten, maar ja, we hebben even geen andere keus nu. Want het spel wil ons niet echt gunnen vandaag.
En we hebben dus blijkbaar te weinig windmolens neer weten te zetten. Zo hebben we nu wel een goede verbinding. Mooi. Dan saven we de game weer. En dan gaan we de video hierbij ook afsluiten, dames en heren. Ik hoop dat jullie hiervan hebben genoten. Vergeet dan zeker niet op dat duimpje omhoog te klikken. En natuurlijk alvast te abonneren voor meer. En dan zie ik jullie graag later bij de volgende video. Later, mensen!